groot spektakel voor de ruim 2000 toeschouwers die zien dat hun team een geweldige wedstrijd speelt. De eerste score is van Robbie Bosteen, die goed is voor 22 punten en 7 steals. Het zijn mooie statistieken, ook die van Matt Bauscher. 17 punten en 9 assists. Maar de man van de wedstrijd is deze Tim Blue. Hij is topscorer van de avond met 32 punten. En zo ziet Darian Towns, die vanwege een lichte blessure aan de kant wordt gehouden, dat zijn ploeg bij rust al met 25 punten voor staat. En niet in de laatste plaats door Tim Blue. Maar er wordt ook goed verdedigd. En iemand die dat goed doet gemiddeld is Jason Derisso. En in dit geval mag hij een aanval afmaken met een prachtige dunk. En zo gaat het verschil richting de 40 punten in het voordeel van Flames. Met als hofleverancier natuurlijk Tim Blue. Maar zijn geweldige inzet moet hij uiteindelijk bekopen met kramp. Dus wordt hij gewisseld en ontvangt hij een dik verdiend applaus. Ja, inderdaad. Ik was just practicing hard and I was able to find the basket. That's all. In de slotfase zien we dan ook nog punten van de Nederlanders die we normaal niet heel veel zien. Zoals Bas Roosendaal. Hij speelde bijna een kwartier mee. En vlak voor tijd ook nog een driepunter van Mark-Peter Hof. Die ruim 3 minuten meespeelde. Zo kunnen we concluderen dat Zwolle zeker geen kampioenskandidaat is. Maar niets ten nadele van Flames. Want met 45 punten verschil winnen is een uitstekend resultaat. We hebben practiced some hard teams. You know, like Germany teams and Belgium teams. So I figured that we were ready to practice play against the Holland teams. Gemiddeld hebben we veel te veel balverlies. Rebound, het verdedigen was het ook niet altijd even goed, dus we zijn er nog lang niet. Maar de opofferingsgezindheid, daar kijk ik dan naar, die is er wel.